Fictief scenario. Je bent bewusteloos geraakt door wat dan ook en je wordt wakker op een willekeurige plek in de wereld. Hoe snel zou je er dan achter kunnen komen waar je dan bent? Dat gaan wij vandaag testen. En dat gaan we doen door middel van GeoGuessr Battle Royale Countries. Waar we zo snel mogelijk moeten raden in welk land we zitten zonder dat we uitgeschakeld worden. Oeh, game starting. Waar zijn wij? Dikke vette platteland. Ik wil bijna zeggen, dit is gewoon Nederland. Is het Nederland? Het is PL. Als in Polen. Kan het niet zien. Al kijk je zo om je heen, zit je echt... Oh ja, dat oogt wel als fucking Nederland. Maar er is hier... Is het België dan misschien? België zou kunnen. België heeft witte kentekenborden. Alleen het is geblurred. Dat is de scheid eraan. Misschien dat ik moet kijken op de zijkant van zo'n bus. Oké, deze bus staat letterlijk niks. Hier staat Harris verderop. Ik wil zeggen België, maar ik ben bang dat ik er dan uitgeknikkerd word. Oké, Frankrijk is het niet, Mexico is het niet, Spanje is het niet. Ik weet niet wat de fuck zij allemaal aan gokken zijn. Zal ik voor België gaan? Fuck it, ik ga voor België. Het is niet België. Oh, is het dan Duitsland? Oh, we moeten gokken. Is er al iemand door überhaupt? Mensen zijn door. Is het Duitsland? Is het niet Frankrijk? Is het Italië? Polen dan? Polen. Ja, het was wel Polen. Fucking domme lul, man. Waarom ging ik gewoon niet op mijn instincten af op de PL? Nou ja, we zijn in ieder geval wel door. Nu zijn we wel in de Bucksat shit of nowhere. Met heel veel heuvels, zo te zien. Dus ik wil gauw zeggen... Van, nou, dit is wel... Ja, man, dit is Nederland. Ja, volg de weg maar gewoon. Ik kan hier weinig van afleiden. Kijk naar de zon. Het lijkt wel... Alsof de zon schijnt aan de zuidkant. De zuidelijke... Oh, wacht eens even. Dit ding heeft een geel... Het is een Nederlander! Is dit Luxemburg? Oké, Zweden is geraden. Duitsland is geraden. Zwitserland is geraden. Dan zou je zeggen Luxemburg. Door middel van een gele kenteken. Maar Luxemburg zit ook dicht bij Frankrijk. Dus het zou bewijs van Frankrijk kunnen wezen. Oeh, we hebben hier een bordje. Ja, dit oogt wel een beetje als... Café Halt, Entree, Die Deviation. Is dit Frankrijk? Het is niet Frankrijk? Oh, scheid. Zwitserland dan? Zwitserland kan het niet zijn. Is het Luxemburg? Het is Luxemburg, toch wel. Het gele kentekenbord was dan toch de overtuigende factor. Er zijn nog 4 mensen over en ik ben er eentje van. En we zijn... really? Het is noordelijke... Kijken, is dit Peru? Waar ligt Peru ook alweer? Paraguay, dat lag hier toch ergens? Peru. Het is niet Peru. Dan ben ik in de maling genomen door dat vlaggetje. Is dat Barcelona op? Governor Barcelona. Badia, Unico. Rood-wit-blauw hebben ze al, zeg maar, vlaggencombinatie. Ik wil ook weer niet zeggen dat het Thailand is. Ook al zou dat best wel kunnen, hoor. Ah, wat? Die gebruikt een 50-50? Oh, wacht. Ik kan een 50-50 doen. Filipijnen of Maleisië? Filipijnen. That's easy. Dan hebben wij hier... Mijn hemel. Hier word je droevig van. Mag ik eens even op dat bord kijken? Op dat bord staat Kuala Lumpur. Fuck, waar ligt Kuala Lumpur ook alweer? Oh, dit is scheid. Dit is niet eerlijk. Ik ben vergeten waar Kuala Lumpur ligt. Oh, hier. Maleisië. Wap. Easy. Oké, een 1v1. En er staat hier op het bord Koreaanse tekens. Dus we zijn in Zuid-Korea. Waar zit dat ook weer? Japan. Zuid-Korea. Wap. Ik hoef er geen eens te kijken, maar dit is volgens mij Hangul. Ja, Zuid-Korea. Easy. Eerste potje winnen, joh. Fucking easy. Oké, next game, next game. We hebben nog steeds een 50-50 power-up. Dit is bij de kassen. Hallo, is er een openbare weg ergens? Ik ga ook precies de verkeerde kant op waar gewoon niks is. Hoe is er hier überhaupt een Google-autootje geweest? Oh, dit... Serieus, dit loopt dood? Hoe de fuck moeten we dit gokken? Dit is echt inderdaad een 50-50 om er doorheen te komen, want... Ik kan niet verder. Iemand gokt Japan, iemand gokt Turkije. Ik denk echt dat je een 50-50 hiervoor moet gebruiken, want hoe de... Kan ik hierheen? Kan ik daarheen? Nee. Hoe de fuck moet ik dit ervan afleiden? Deze is gemeen. Ik ga een 50-50 inzetten. Zuid-Korea of China? Doe maar Zuid-Korea.
Het is correct. Want volgens mij is er geen Google-wagentje in China. Volgende land. En het oogt nu eigenlijk al een beetje als de Verenigde Staten. Gezien de architectuur en de weginfrastructuur. Kijken we daar. Staat er Parkway Motel Vacancy Color TV. Ik wil eigenlijk zeggen United States. Staat hier Riverside Drive. Wauw, Verenigde Staten is verkeerd. Dan is het toch wel Canada. Ja, het is Canada. Het was één van die twee. Oké. We zijn hier in de buckfuck shit nowhere. Ik wil bijna zeggen Australië. Gewoon uit automatisme. Staat daar Fiesta del Overhero. Is dat dan Mexico? Deslocked? Het is niet Mexico. Oh shit, wat is dit dan? Potrero. Is dat Spanje dan misschien? Het is ook niet Spanje. Oh, fuck me. Ik heb nog maar één leven. Waar kan dit zijn? Waar de fuck kan dit zijn? Ja, ik heb nog 47 seconden, maar het is een 1v1 met zo'n andere guy. Wat de fuck staat er hier op dat bord? Dat kan ik nou... Ah, dat is ook geen eens een bord. Dit loopt ook gewoon dood. Ja, dikke fucking doei. Waar kan dit zijn dan? Argentinië? Noem maar Argentinië. Ah, het was toch Argentinië ook? Hoe de fuck? Ongelooflijk. Oké, wat staat er hier? Dat kan ik niet echt lezen. Skopje. Is dat niet... Skopje, is dat niet Oekraïne? Skopje. Waar was Skopje ook weer? Ik ga eruit geknikkerd worden. Ik wil zeggen Oekraïne. Het is niet Oekraïne. Is dit Servië dan? Sovjet. Ik ben zo niet goed in Oost-Europa. Bulgarije? Sofia, Skopje, Nagorno-Karabach. Moldavië? Bulgarije? Nee. Die Belarus. Macedonië. Ja, lastig. Weet ik gewoon niet. Maar, best prima gedaan. Tweede geworden. Oh, dat is best oké. Ja, toch? Waar de fuck ben ik nou? Wat is dit? Tering dikke zandweg. Nou. Even kijken. Er staat hier een woning. Geloof het of niet. Verlaten en wel. Geen ramen. Yo. Zon schijnt aan de zuidkant. Nou zeg. Fucking, weet ik veel. Tanzania, Angola. Congo. Niemand weet het ook gewoon. Kijk wat er allemaal fucking geraden is. Wat moeten we doen? Tanzania? 50-50. Uruguay of Bolivia? Doe maar Bolivia. Het is nog goed ook. Nooit kunnen weten. Nooit van mijn leven. Wordt gewoon maar even lekker gedropt op zo'n zandweg, joh. Aan deze architectuur en infrastructuur te zien. The States. Is it the States? We gaan gewoon gelijk voor de States. Lock gas. Gas lock. Lock gas. Carriage. En Salem Lane. Het is de Verenigde Staten. Die valt er zo makkelijk uit te pikken. Daar zeg je u tegen. Dus wat er natuurlijk als compensatie nu moet worden gedaan. Nou ja, wordt maar gewoon even lekker gedropt in de middle of fuckback nowhere. Kan ik het kenteken zien van die auto? Groen? Groen kenteken? Mensen hebben Australië of Nieuw-Zeeland, Brazilië en nog een land. Dat is het niet. Oeh, er staat hier een... De Blok. De Blok? Is dit Zuid-Afrika? Nee, dat is het niet. Oh, waar schijnt de zon überhaupt? Aan de noordkant. No remorse. Ja, en die graffiti heb ik ook zo lekker weinig. Maar dit kenteken is dan ineens geel. Mensen langs de weg. Oeh, wacht. Wat staat hier? Windsor Close. Geen idee waar dit is. Zuid-Sudan? Nee, geen idee. Eswatini. Dan zat ik met Zuid-Afrika tering dichtbij. Oh mijn god. Oké, toen ik zei dat ik zeg maar in the middle of nowhere wilde gedropt worden, dat was zeg maar een leugen. Ik vind het te lastig om hier vanuit af te leiden waar de fuck ik ben. Iemand heeft Australië gekozen. Dat is het niet, want ze rijden rechts. Waar de fuck dit wel is? Goeie vraag. Waar schijnt de zon? Zuidoost tot zuid. Lijkt wel een beetje op het midst van de dag. 25 seconden en één persoon is door. En er is no sign of life. Is dit wel even Argentinië of zo? Is Peru al gekozen of Chili? Peru? Is gekozen. Chili is... snel 50-50. Mexico of United States. Mexico. Oké, waar zijn we nu? Nou,
mooie woning. Wil zeggen dat het iets van West-Europa is. En het is... Ans. Is dat België? Klak. Het is niet België. Is het dan Duitsland? Ik ga nog even iets verder zoeken voor Duitsland. Oh, het is een wit kentekenbord. Dan denk ik dat het Duitsland is. Het is ook geen Duitsland en het is ook geen Frankrijk. Oké. Denemarken? Ans. Maar dat bord? Waar de fuck ligt Ans? Heeft Denemarken geen gele kentekenborden? Oeh, ja. Het zou best Denemarken kunnen zijn. Wacht. Is het niet Zweden? Zweden. Het is geen Zweden. Weet je dat het dan nu Denemarken is? Het was wel Denemarken. Oh, mijn god. En de volgende is ook gewoon fucking Japan. Dat kan ik ook gewoon instant zien. Daar voel ik me fucking lullig mee. Oh no. Oh no. Zoveel mensen hebben gegokt. En niemand weet het. Oh mijn god. Is dit dan... Argentinië? Noordoosten is de zon. Aangezien niemand het weet, ga ik gewoon maar 50-50 droppen. Argentinië. Toch wel? Bolivia. Argentinië. Toch wel. Wauw. Ik snap die zonne-shit niet, man. Zon was in het noordoosten. Hoezo is het dan... Nou, laat maar. Dit is iets van Frankrijk. België zou wellicht nog kunnen. Château Giron. Domloop. Pharmacie. Ja, eerst gok Frankrijk. En het is er nog zo... Enigszins willekeurige plek op de wereld, weet ik mijn plek wel te vinden. Grotendeels ook niet, want zand weg. Zoek het maar lekker uit. Thanks. Wist jij het beter? Leuk voor je. 2 video's daarnaast mij, maak er vooral gebruik van. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.